Basisschool Ankertje Kompas bestaat niet meer. De school fuseerde en kreeg een nieuwe naam. Het Ankertje Kompas is het afgelopen jaar gefuseerd met basisschool De Bloesem. En ja, toen werd het toch ook tijd voor een nieuwe naam. En de kinderen hebben de naam gekozen. En we zijn uitgekomen op De Kasteeltuin. Onze school ligt in de wijk De Kasteelenbuurt. En daarnaast zijn we vreselijk trots op onze mooie schooltuin. En toen is het De Kasteeltuin geworden. Ja. Kennende de schooltuin zijn we vorig jaar alles komen filmen. En er wordt hard gewerkt door de kinderen om die ook mooi te houden. Ja, precies. We werken iedere woensdagmiddag werken ze in de schooltuin. Ook in de vakanties. Het seizoen begint nu een beetje op zijn eind te lopen. Maar we hebben nog heel veel plannen voor volgend jaar ook. Ja. Vandaag is een feestelijke dag. Wat staat er allemaal op de planning vandaag? We hebben vandaag kasteelfeest. Wat we gaan doen is de officiële opening van de bibliotheek komt vandaag aan de beurt. In de bibliotheek kennen de kinderen van de show terecht. Ze mogen maximaal 2 beuk tegelijk met een hoes nemen. De bieb wordt volledig gerund door vrijwilligers. En dat is veel vroeg nou, omdat de bieb op het Donderberg is verdwenen. Daarom werden er zelfs een mini-bieb in het leven geroepen, waar ook de volwassenen terecht kennen om een boek te lenen. De bibliotheek is al een paar maanden in gebruik, maar vandaag gaan we hem officieel openen met veel feest. En daarnaast vieren we dat we De Kasteeltuin heten. De hele school is versierd in kasteelsfeer. En er zijn allerlei activiteiten voor de kinderen. En hopelijk houden we het droog, zodat de activiteiten op de speelplaats ook doorgaan kunnen winnen. Allemaal prinsjes en prinsesjes zien we vandaag. Het zijn prinsjes en prinsesjes, dat zijn ze altijd al, maar vandaag extra, ja. We gaan even wennen aan de naam, De Kasteeltuin. Dat is de basisschool hier in De Kasteelenbuurt. Precies, De Kasteeltuin in De Kasteelenbuurt. En iedereen is welkom om een keer te komen kijken.